Ik ben Liesbeth Bloemen, ik ben portefeuillehouder jeugd in de gemeente Zoeterwoude en ook burgemeester. Zoeterwoude is een gemeente van ruim 8000 inwoners in het Groene Hart. Maar ook in de Randstad, waar de mensen elkaar kennen, waar de mensen elkaar groeten en waar ze er voor elkaar zijn. We zijn hier vandaag in het gemeentehuis en we hebben overleg met de jongerenadviesraad en de burgemeester erbij. En we hebben weer alle zaken besproken zoals we dat 4 keer in het jaar doen. Ja, al vroeg komt de jeugd in Zoeterwoude in contact met de gemeente. Zo word je in groep 7 is het project de Kindergemeenteraad. Onze invloed is groot. Er is een graffiti tunnel gekomen, een legale graffiti tunnel. Er is een skateparkje gekomen. We hebben tijdens het dorpfeest hebben we 2 dagen met een huttenbouw en een kinderpicknick als activiteit. We zijn nu heel druk met free wifi. Hoe belangrijk is Zoeterwoude voor de jeugd? Nou, wij proberen een steentje bij te dragen aan hun ontwikkeling als goede wereldburger. De jeugd is de toekomst, dus de jeugd is verschrikkelijk belangrijk. Het is ook een genot om kinderen te zien werken en bezig te zijn in een ontspannen sfeer. Ik ben Mark de Bakker en ik kom vaak in deze tunnel om mooie dingen te maken met spuitbus. Ik kom regelmatig jongeren tegen in deze tunnel. Dan hebben we het er inderdaad wel eens over van zo'n tunnel is mooi, is fijn zo'n plek, je hebt er niet veel. Het is 1 jaar of 3, 4 geleden gerealiseerd omdat een aantal jongeren zeiden wij willen graffiti spuiten en het mag nergens. Toen hadden wij zoiets van waar kunnen wij een plek bedenken waar het wel mag. En dat is deze tunnel. We hebben overigens in de gemeente nog een paar andere tunneltjes, daar mag het dus niet. We zijn hier stemmen aan het tellen op 12 september. Nou, ik denk dat het wel heel uniek is dat wij als minderjarigen toch een kijkje achter de schermen mogen krijgen. Dat is wel heel erg leuk, omdat we nu ook zelf als jongerenadviesraad met bestuurlijke dingen bezig zijn om ook dit soort dingen mee te mogen maken. Ik ben Fleur, ik ben 14 jaar en ik zit ook bij de JAR. We hebben net alles uitgevouwen en nu zijn we allemaal aan het sorteren en wat nummers leggen en dat is best wel leuk. Hey, ik ben Rick van de ZET van Stichting Leiders Leiden. Ik ben een ex-Zoeterwoudenaar en ik ben betrokken bij het FreeWifi-project van de Jongerenadviesraad Zoeterwoude. Het FreeWifi-project is een project wat als doel heeft om gratis internet via voor je laptop en je mobieltje te voorzien in heel Zoeterwoude. De jongelui kwamen dus met het idee dat ze in de gemeente free wifi wilden hebben. En kwamen dus aan ons vragen of wij dat wilden realiseren. En toen hebben we dat dus vrolijk teruggestuurd van jullie mogen het regelen. Wij als gemeente willen een bijdrage doen. Jullie moeten ook geld uit je eigen potjes krijgen, jaarlijks een bedrag. En ga maar op zoek naar sponsoren en regel het maar. Het is voor Zoeterwoude een belangrijk project omdat het een heel mooi project is om een lokale betrokkenheid en de mensen dichter bij elkaar te brengen. Ik wil ook dat de buitengebieden free wifi krijgen. Ik vind het belangrijk dat er niet alleen maar voor het centrum wordt gehouden, maar ook voor de buitengebieden, want die zijn er ook belangrijk voor. Hier bij de N11, bij de legale graffiti tunnel, wordt het wat moeilijker om het in te richten. Maar het zou in principe mogelijk zijn als bijvoorbeeld de molen hier aan de achterkant of de boerderij daar aan de achterkant zijn locatie tot beschikking kan hebben. En we een sponsor kunnen vinden die dit eenmalige bedrag zou willen betalen om de mas op te richten. Dan kunnen we hier ook gewoon internet realiseren. Ja. Bij de JAR is het meer dan dat je gewoon blijft zitten en dat je niks doet. Dus dat vind ik wel heel erg fijn eigenlijk dat het er is. Want dat is belangrijk. Het is dus die jeugd die eigenlijk de pluim op de hoed krijgt, niet de gemeente. Dat is, wij krijgen hem, maar het is voor mijn jeugd die initiatieven neemt en de waardering. Wat mij betreft naar hen, voor jullie zijn goed bezig.